Welkom bij het laatste stuk over 3D-modelleren. In deze video gaan we het hebben over subdivision. Met subdivision kunnen we eigenlijk organische vormen gaan tekenen in Vectorworks. Waarover gaan we het in deze video vooral hebben? Dat is de subdivision primitief, hoe dat we zo'n subdivision kunnen gaan bewerken of hoe dat we een bestaande vorm kunnen gaan omzetten naar een subdivision. Een subdivision primitief, wat is dat eigenlijk? Is dat een basisvorm die we gaan gebruiken om te gaan bewerken. Dat is eigenlijk onze eerste stap die we zouden kunnen doen om een subdivision of een organische vorm te gaan uittekenen. In zo'n subdivision primitief of in een subdivision over het algemeen heb je de keuze uit verschillende segmenteringen. Een segmentering, dat wil eigenlijk zeggen in hoeveel onderdelen is dat stuk opgedeeld. Je ziet hier dezelfde bol verschillende keren terugkomen. Helemaal eerste is een segmentering van 0, waarbij we eigenlijk niet opdelen en gewoon een kubus overhouden. Helemaal op het einde zien we een segmentering van 5. De groene lijnen die we zien, dat is eigenlijk onze kooi die rond onze subdivision terechtkomt. Die kooi die gaan we eigenlijk gebruiken om de subdivision verder te gaan bewerken. En dat is het omschrijvend volume. Eigenlijk dat daar rond zit. Waar vind je deze subdivision primitief? Helemaal bovenaan in het menu model. Creëer subdivision primitief. Hier zie je wat de mogelijkheden zijn van een subdivision primitief. Dus je kan daar niet alleen een bol mee gaan tekenen, maar ook andere vormen zijn zeker mogelijk. Hieronder kunnen we bepalen wat de grootte van die bol is. Je ziet hier 200, dat slaagt eigenlijk op de kooi die dat daar rond zit. Dus mijn bol op zich ga ik geen grootte geven, maar de kooi dat daar rond komt. Hieronder kunnen we bepalen welke segmentering dat we willen kiezen. Zoals ik daarnet al zei, segmentering 0, dat slaagt erop dat we eigenlijk geen indelingen krijgen en dat we het resultaat gewoon een kubus krijgen. Ik ga hier nu kiezen voor segmentering 3. En ik klik op OK. Gaan we dat in draadstructuur gaan bekijken, dan zie je hierin die segmentering. Elke subdivision dat we tekenen in de tekening kunnen we verder gaan bewerken. Bewerk subdivision is een aparte functie die je tegenkomt in de aanvullende gereedschappen, waarmee je eigenlijk alle punten, lijnen, vlakken en onderdelen van zo'n subdivision verder kan manipuleren. Hier hebben we onze bol van daarnet. Als we die aanklikken, dan zie je hier, als we daarop klikken, dan zie je bovenaan in het infopalet dat het om een subdivision gaat, segmentering 3. Ik kan die segmentering dus ook hier nog perfect gaan aanpassen. Je ziet dan verandert mijn opdeling in vele kleine, fijne onderdelen. 0, dan krijgen we gewoonweg een kubus te zien. Hoe kan ik dat nu gaan bewerken, zo'n subdivision? Ofwel ga ik daarop dubbel klikken, ofwel ga ik in de aanvullende gereedschappen kiezen voor de functie bewerk subdivision. Dan krijg ik eigenlijk mijn kooi rond mijn subdivision te zien. Hierbovenin, in de methodebalk, zien we nu een aantal functies verschijnen. Dus we hebben daar de mogelijkheid om elementen te gaan transformeren, aantrekken, extruderen, splitsen, uithollen, overbruggen, sluiten en de ribben toevoegen of verwijderen. Dus dat zijn de verschillende functies die we hebben om dat verder te gaan manipuleren. Ik ga hier nu de eerste functie eventjes nemen, dat is de meest gebruikte functie, dat is het transformeren. Daarmee kunnen we eigenlijk zowel punten, ribben als vlakken gaan van plaats veranderen of gaan uittrekken of verplaatsen. Dus zou ik zo'n punt aanklikken, dan zie je dat daar een assenstelsel rondkomt. Ik kan daar rond gaan draaien, dus als ik dat lijnen hier van voor vastneem, dan kan ik dat assenstelsel zelf gaan draaien. Dus daarmee bepaal ik in welke richting dat ik wil gaan trekken. Wil ik bijvoorbeeld dit punt onder een hoek van 45 graden gaan trekken, kan ik eerst aan de hand hiervan dat onder die 45 graden klaarzetten. Ga ik dan mijn pijlen vastnemen, dan kan ik dat punt gaan verplaatsen. Ik kan dat gaan uittrekken of dichter naar het object naartoe brengen.
Door aan die punten te trekken, gaan mijn vorm die in die kooi zit, mee gaan luisteren. Hetzelfde kan ik doen met ribben. Of met volledige vlakken. Door middel van aantrekken kunnen we het element naar een specifiek punt laten trekken, naar een specifieke zijde laten aantrekken of naar een volledig vlak laten toekomen. Je ziet, die lijnen worden ook blauw als die aangetrokken zijn. Ga ik die systematisch terug losklikken en gaan die terug loskomen van dat vlak. Met extruderen kunnen we elk vlak op zich verder gaan uittrekken en gaan verplaatsen. Met splitsen kunnen we eigenlijk bepalen waar dat de verdeling moet zitten. Dus als ik hier ga aanklikken, dan kan ik dezelfde omtrek van bovenaf opnieuw herhalen. En ga je zien dat die bolling die dat daarin zit, verder naar boven of naar onder toe kan verplaatsen. Met ribben toevoegen kan ik een ribben gaan toevoegen. Elke ribben die ik zo bijteken, die kan ik ook weer terug gaan nemen. Je ziet of je merkt eigenlijk al heel snel dat we heel veel manipulaties op die bol moeten gaan doen om effectief tot een goede vorm te komen. Vaak moet je daarop zoveel manipulaties gaan toepassen dat je het eigenlijk heel erg moeilijk maakt. Wat kan je dan op dat moment eigenlijk beter doen? Dat is starten vanuit een basisvorm die al aansluit bij hetgeen dat je wilt tekenen. Denk maar aan onze stoel vanuit de vorige video. Daarin hebben we eigenlijk al de kuip in rechte vormen, een omsluitend volume getekend, waar we dan daarna eigenlijk een subdivision van kunnen. Hetzelfde kan eigenlijk bijvoorbeeld met deze vorm. Dus als we dat op onze stoel gaan toepassen, je ziet hier, dat is onze kuip van daarstraks. Als we dat straks gaan omzetten naar een subdivision, dan krijgen we eigenlijk eerder zo'n vorm te zien. Gaan we dat bijvoorbeeld op dit element gaan toepassen, dus hier heb ik eigenlijk een grote extrusie al klaarstaan, dus dat is een heel eenvoudige extrusie. Die bestaat uit verschillende kubussen die zijn samengevoegd tot één geheel. Als we daarin gaan werken met een subdivision, dan hebben we eigenlijk voor die subdivision al een iets complexere kooi waar we veel meer mee gaan kunnen doen. Hoe ga ik dat nu omzetten? Ik ga mijn object aanklikken en ik ga bovenaan naar het menu bewerk, omzetten. Zet om naar subdivision. Ook hier ga ik weer mijn segmentering moeten bepalen. Ik ga hier nu kiezen voor 3, zodat we terug onze segmentering 3 hebben. Dus hier staat nu mijn segmentering terug op 3 en mijn kooi is terug normaal. Dus wat kunnen we hier nog mee tekenen met zo'n subdivision? We kunnen daar onder andere ook voor tuinarchitectuur zien we dat vaak van die soort van wolkenhagen. Dus hagen die in een soort van organische vorm gegroepeerd staan bij elkaar, dat zouden we daarmee kunnen uittekenen. Dus ik heb hier iets getekend dat daar iets of wat op lijkt, maar we gaan dat nog verder bewerken. Je ziet hierboven, hier bijvoorbeeld, dat mijn vorm hier nog vrij hard boven de grond zweeft. Dat is het eerste dat ik ga oplossen en daarvoor ga ik de functie splitsen gebruiken. Dus we hebben die daarnet al gezien, daarmee kunnen we die bolling gaan aanpassen. Ik ga kiezen voor splitsen bovenaan in de methodebalk. En ik ga met een van de zijden aanklikken om de volledige contour eigenlijk te gaan kopiëren. Nu kan ik eigenlijk die bolling gaan vastnemen en zeggen waar dat die terecht moet komen. Met de Ctrl en het muisveeltje kan ik tijdelijk mijn vliegoverfunctie activeren om wat beter rond mijn object te draaien, zodat ik dat allemaal goed kan zien. Hier neerleggen en dan zie je dat het al veel korter tegen de grond komt en dat het minder dat zwevende effect. Het volgende dat ik ga doen is een aantal ribben bijtekenen, want bovenin zou ik nu graag mijn vlak gaan vastnemen of mijn ribben gaan vastnemen om die
om aparte onderdelen iets meer hun eigen rolling te gaan geven. Ga ik dat nu doen, dan ga ik eigenlijk heel dat vlak mee hebben en dan gaan die altijd met allemaal gelijktijdig omhoog. Je kan ook die zijde nemen, maar die onderste, achterste onderdelen, die blijven altijd staan waar ze staan. Dus daarom ga ik hier eigenlijk willekeurig in het midden extra ribben bijtekenen. Daarvoor kies ik in de methode van de optie ribben toevoegen en ga ik hier eigenlijk op willekeurige manier een aantal ribben toevoegen. Je hoeft dat niet perfect te doen, we zijn organisch aan het tekenen, dus dat zijn dingen die eerder op het gevoel. Ik heb op die manier bijvoorbeeld een aantal ribben. Elk van die ribben kan ik nu verder gaan transformeren met mijn eerste optie transformeren. Kan ik deze ribben vastpakken en weer gaan verder uiten. Je ziet, mijn assenstelsel dat staat eigenlijk gelijk met het assenstelsel van mijn tekening, dus dat staat mooi gedraaid. Ga ik kiezen hier achteraan in mijn methodebalk voor de voorlaatste optie. En gaat die gaan staan op basis van de lijn die ik geselecteerd heb. Dat is niet altijd even praktisch, dus daarom maak ik gebruik van die tweede functie. Op die manier kan ik dit puntje naar boven trekken. Ik kan dit puntje eventueel nog wat terug naar onder brengen. En op die manier krijgen we meer niveauverschil ook aan de bovenzijde van ons bokaal. Zijn we tevreden van het element, dan ga ik terug mijn x-stuks indienen en krijg ik daar mijn uiteindelijke vorm te zien. Hier kan ik dan eventueel via de rendering of via de klasse nog texturen. Gaan we datzelfde nu toepassen op onze stoel, dus dit is de stoel van daar straks. Van mijn eerdere video, in het tweede deel van 3D modelleren, hebben we het gehad over 3D bewerken en hebben we op een volume het gereedschap WAN toegepast. We hebben dat met een dikte van 1,5 gedaan en dat is nu eigenlijk ons omschrijvend volume voor onze subtiel. Dus dit volume gaan we nu omzetten naar een subtiel. Ik klik mijn kuip van mijn stoel aan en ik ga bovenaan naar het menu bewerk, omzetten. Zet om naar subtiel. Ook hier kan ik weer mijn segmentering bepalen. Ik ga hier kiezen voor een segmentering 3. Op die manier krijg ik de kuip van mijn stoel getekend als een iets organischere vorm, als een effectieve ronde vorm, die al meer aansluit op wat het is. Dan gaan we deze subdivision dan verder bewerken, dan kunnen we uiteindelijk tot dit resultaat. Wat is het verschil als ik op deze subdivision ga dubbel klikken om die te bewerken? Dan zie je dat mijn kooi nog vrij eenvoudig is en heel hard aansluit eigenlijk gewoon de vorm is die we hebben omgezet naar een subdivision. Gaan we naar deze andere vorm kijken, dan ga je zien dat daar toch al een stuk meer bewerkingen op gedaan zijn. Dus er zijn onder andere, we hebben gesplitst van boven naar beneden toe. We hebben een aantal van die punten verder naar binnen toe verschoven, dus je kan ook meerdere punten tegelijkertijd gaan verschuiven. En we hebben de bovenzijde van die stoel aangetrokken. Wat bedoel ik daarmee? Ik kan hier bijvoorbeeld kiezen voor splitsen, om deze zijde hier op te splitsen. Je ziet nu dat ik door mijn dat mijn verdeling of mijn onderstel door mijn stoel komt, is op zich niet zo erg. Ik kan het zelfs nog goed zetten. Elk van die punten kunnen we dan eventueel nog verder gaan verplaatsen. Dus ga ik die punten in een zet. Deze punten transformeren. Dan kan ik hier ook meerdere punten selecteren. Ga ik naar mijn zijaanzicht bekijken, kan ik bijvoorbeeld deze punten vastnemen om die weer naar binnen te zetten.
Zo. Hetzelfde kan ik met deze voorste punten doen. Ook die kan ik vastnemen en doe hier naar of deze punten. Ik doe hem eronder. Om te zorgen dat die bovenzijde van de kuipstoel wanneer vlak is, zou je nog kunnen werken met het aantrekken van die vlakken. En daarvoor gaan we gebruik maken van de tweede optie, de methode van het aantrekken. En ik ga beginnen met de bovenzijde van onze vorm hier van onze kooi aan te trekken. En we hebben al die fijne platte vlakken hier. Maar nu zie je dat ook al mijn hoekpunten zijn meegenomen. Daarvoor gaan we eigenlijk al die tussenstukjes opnieuw terug loslaten. Op die manier heeft de rand van mijn stoel ook meteen een diepte gekregen. Wat zou je nog meer kunnen gaan doen? Dat zijn deze punten hier vooraan bijna. Dus een aantal extra punten toevoegen bovenin hier, om daar iets meer in die richting een glooiing in te geven. Hetzelfde hieronder. En dan hier aan de onderkanten zou je nog punten kunnen bijmaken, zodat je die holing of die vorm naar beneden toe wat extra vormt. Ben je uiteindelijk tevreden met het resultaat, dan kan je je vorm, dan ga je eigenlijk best je vorm omzetten naar een generiek volume. Dus dit is nog steeds een subdivision, dat wil zeggen, iedere keer dat ik dat ga aanklikken, gaat dat hierboven aangeven dat dat een subdivision is. Bijkomend ga je zien dat er uit heel veel extra lijnen bestaat. Dit zijn dingen die je tekening ook snel zwaarder. Op welke manier kun je dat oplossen? Dat is door dat om te zetten naar een generiek volume. Opgelet, doe dit enkel als je zeker bent dat je tevreden bent van de vorm, want eens je het omzet hebt in generiek volume, kan je de subdivision niet meer aanpassen. Ik ga bovenaan naar de optie bewerk, ik kies voor omzetten en vervolgens voor zet om naar generiek volume. Hij zegt het hier ook, pas op, want als je het omzet naar generiek volume, kan je ze niet verder bewerken. Wens je verder te gaan? Ja, dat is het. En dan zie je dat een heel deel van die lijnen gaan vervallen. Onze vorm wordt veel minder zwaar, maar in 3D ziet dat er nog altijd even goed. Zo zijn we uiteindelijk gekomen tot onze stoel hier. We hebben eigenlijk onze poten getekend, we hebben onze kuip getekend voor de stoel en we hebben eigenlijk daar een heel geheel van gemaakt. Nu, stel dat we dit onderdeel toch terug willen gebruiken in een andere tekening, dan kunnen we best gebruik maken van de functie creëer symbool. Die vind je bovenaan bij bewerk, onder creëer symbool. Je selecteert alle onderdelen die je in dat symbool wil insteken en kies bovenaan voor bewerk, dus creëer symbool. Hier zien we onder andere een aantal stoelen staan. Stel dat we deze stoelen gaan aanklikken, dan kunnen we via dit zijn al symbolen, zouden we kunnen zeggen ik ga die vervangen. In deze tekening heb ik mijn stoel al eens een keer bewaard als symbool, dus die zit hier al in. En die ga ik ook hier kunnen terugvinden. Ik ga bovenaan of hier scrollen tot ik hem tegenkom. Hier staat mijn stoel. Dus je ziet, ik heb daar in 3D ondertussen ook texturen aangegeven. En ik heb daar een 2D-weergave aan toegekend aan dat symbool. Dubbel klikken om te selecteren. En op die manier kan ik mijn stoel die hier in de tekening staat vervangen door mijn eigen stoel. Dit zou ik voor alle andere symbolen die hierin staan, of alle andere stoelen aan deze tafel, juist hetzelfde vervangen. En op die manier staat mijn stoel hier nu in mijn interieur. Het is een symbool wat wil zeggen dat ik dit ook in andere tekeningen terug kan hergebruiken. Dit was het einde van onze video en het einde van de reeks 3D-modelleren. Ik hoop alvast dat jullie er veel aan hebben.